Ik ben Ko van Blois. Ik werk bijna 34 jaar bij dit bedrijf. En sinds 2017 verantwoordelijk als Chief Manufacturing Officer. Die Factory Tour die is ontwikkeld in een zogenaamde virtual reality applicatie. Die applicatie geeft de cursist echt de beleving dat hij of zij daadwerkelijk rondloopt op een locatie. En daarmee ook heel erg levensecht ervaart hoe het is om een assessment te doen. Getoetst te worden op de vaardigheden en de kennis omtrent die risico's die zich daar bevinden in bepaalde ruimtes of locaties. Vandaar dat de virtual reality daarbij ook echt bijdraagt aan de beleving. Om naar het volgende level te kunnen. Dus het is een soort van spel, zeg maar. We hebben voor een VR-tool gekozen, eigenlijk om drie redenen. De kosteneffectiviteit van het instrument. Het tweede argument is dat door het toepassen van nieuwe technieken, we hopen daarmee ook als werkgever aantrekkelijker te worden om ook nieuwe mensen binnen ons bedrijf te krijgen. En het derde argument is de effectiviteit van de training. Het dus engaged krijgen van de mensen door het echt doorlopen van dit programma. En daarmee blijf je de interesse wekken van de persoon die het ondergaat. En is de kwaliteit van de training en de effectiviteit van de training en het behouden van de kennis ook veel groter. We hebben gekozen voor Spring en Boldly en partners. Met name ook omdat ze in staat zijn geweest om het instrument VR-tool en de hele training die daaraan gekoppeld zit, met de resultaten die door de cursisten behaald zijn tijdens de trainingssessie, gekoppeld kunnen worden aan ons Totara-platform. Waarbinnen wij van alle medewerkers in de organisatie die daarop zijn ingelogd, de voortgang en de prestaties van hun trainingsontwikkeling kunnen bijhouden en monitoren. En daarmee hebben wij een fantastisch overzicht van hoe al die cursisten uiteindelijk die training doorlopen en met welk resultaat.